Enig idee wat dit is? Je ziet het straks. Ik ben Erik Franke, ik ben toezichthoudende kantonier. Ik ben Johnny de Rijke en ik ben opzichter van de wegen op Walcheren bij Waterschap Scheldestroom. Wij zijn een van de bijzondere waterschappen in Nederland, omdat wij ook de wegen beheren. Van sloot tot en met de sloot, dus de bomen, de berm, de weg en alles wat er daartussen zit. Dat onderhouden we. We doen eens in de twee maanden doen we gewoon reguliere inspectie. Dan letten wij op de staat van de bermen, moet er puin aangevuld worden. De staat van het asfalt, liggen geen gaten in. Dat brengen wij in kaart. We vullen dat in op de iPad en dat, ja, dat gaat naar de aannemer toe en zo wordt dat weer afgehandeld. De Melsersweg. In de zomer van 2019 daar gaan we een nieuwe slijtlaag op aanbrengen. En ja, daar zijn we nu de gegevens voor aan het verzamelen. We gaan de weg opmeten, de lengte, de breedte, bijkomende oppervlaktes, kijken of er slechte stukken in het asfalt zitten die eigenlijk voorgerepareerd moeten worden. We zullen nog wat kleine reparaties doen en dan kan er hier een nieuwe slijtlaag op en dan kan er inderdaad weer een poosje mee. Dus dat voor deze weg is al voldoende. 19 meter precies. Staat genoteerd. Het onderhoud van de wegen is een flinke klus voor het waterschap. Het gaat om zo'n 4000 kilometer wegen en fietspaden die we in beheer hebben. We zijn daarmee, na Rijkswaterstaat, de grootste van Nederland. Het gaat hierbij om polderwegen, maar ook om drukke wegen, zoals de Hondenhemseweg hier. In de rest van het land ligt het beheer van de polderwegen in het buitengebied bij de gemeentes. Maar hier in Zeeland ligt het bij het waterschap. Dat komt eigenlijk nog van vroeger. Want toen werden de wegen aangelegd om de duinen en de dijken te kunnen bereiken. Want die moesten natuurlijk onderhouden worden. In de loop van de tijd is het werk aan de weg voor de mannen van het waterschap wel veranderd. Het verschil met vroeger is dat je vroeger alles zelf deed. En nu moet je het uitbesteden. Vroeger waren we op Walcheren met 8 kantoniers. Die waren heel de dagen bezig. En nu zijn we met z'n tweeën. We vullen de bermen aan met menggranulaat. Menggranulaat dat is eigenlijk, dat wordt gemaakt uit bakstenen, wat dan gebroken wordt door een puinbreker. Ja, op Walcheren is dat echt wel een probleem, de bermen. De wegen zijn vrij smal. Het verkeer is behoorlijk toegenomen de laatste jaren. Door de drukte en noem maar op, ja, ontstaat er gewoon veel bermschades. Die moeten gewoon hersteld worden voor de veiligheid. Dat er een fietser of een auto, die moet niet in de gat rijden. Dus. De borden buiten de bebouwde kom die zijn voor 80%, ja, bijna 90% van het waterschap. Die onderhouden wij, die vernieuwen wij als ze niet meer zichtbaar zijn. We kijken of ze recht staan, bepaalde hoogte moeten ze hebben. Ze moeten op een bepaalde afstand vanuit de weg staan. Daar letten wij op. En is een bord kapot, dan vervangen dat wij. Je bent lekker buiten, het is heel afwisselend werk. Als eenmaal de weg er weer netjes bij ligt, en, ja, daar doe je toch allemaal voor. Wel werk om trots op te zijn eigenlijk. Voor elkaar. Ik ook weer gelukt. Ja. Voor elkaar. Vroeger zagen onze wegen er heel anders uit. Het waren paden tussen kerken en dorpen. Vroeger moet het er ongeveer zo hebben uitgezien. Pas in de tijd van Napoleon is men begonnen met het verharden van wegen. Net zoals hier met natuursteenkeien. Dat was veel makkelijker voor de koetsen en de karren, want die waren het in die tijd al best zwaar. En het is natuurlijk ook veel makkelijker in het onderhoud. Tegenwoordig leggen we vooral asfaltwegen aan. Eerst gaan graafmachines aan de slag. Tot zo'n 90 centimeter wordt de grond weggehaald. Vervolgens wordt de fundering gestort. Die bestaat vooral uit gebroken puin en slakken uit de hoogovens. Daarna komt een onderlaag van asfalt. Asfalt bestaat uit steenslag en bitumen, een soort teer. Daarna komt een tussenlaag, ook van asfalt. En dan wordt de deklaag aangebracht. Dat kan asfalt zijn of kleine steentjes. Deze egale asfaltwegen hebben we eigenlijk pas sinds begin vorige eeuw. Asfaltwegen hebben ook onderhoud nodig. Hier in Zeeland doet Waterschap Scheldestromen het onderhoud aan de plattelandswegen. Het waterschap voert het onderhoud eigenlijk meestal uit in het voorjaar. Maar deze weg heeft heel veel last van de zomer gehad van de droogte. En daarom doen we deze weg nu. Hier zie je duidelijk de profileerlaag, dat is de onderste laag, de bovenlaag, de deklaag en daartussen zit de asfaltwapening. Deze weg kan er nou weer zo'n 20 jaar tegen.
Zo, deze kan ook weer weg. Wat is het eigenlijk? Ja, wat is het? Dit is een onderdeel van een verkeersteller. Dit zijn de slangen die over de weg komen te liggen. En dit is het eigenlijk, het computertje, dat is de teller waar het eigenlijk om gaat. Of dat, ja. We gaan nu eerst dit ankertje in de grond slaan. En dan gaan we met het andere eind naar de overkant en zetten hem daar op de goede plek. De tweede gaan we er nu naast leggen? Ja, we gaan de tweede ernaast leggen. Kijk. Zo, krijgen we hem niet meer los. Als er een voertuig overrijdt, dan geeft hij een impulsje. En dat gaat naar de kastje. En op die manier wordt het geregistreerd. Dan gaan we het kastje neerzetten. Zo, dat is best een zwaar ding. Ja, ja. Dat is degelijk spul. Maar dat moet ook wel. Dat is een duur apparaatje. Klaar. Zo. Maar waarom doet het waterschap dit eigenlijk? Nou, we doen dit om verkeersstromen in kaart te brengen. Dat je in een bepaald gebied kan zien hoe de verkeersstromen lopen. We doen het ook vanwege klachten die van bewoners binnenkomen. En dat gaat dan vaak over dat ze vinden dat er te hard gereden wordt. Mensen denken vaak dat er te hard gereden wordt. Ja, en maar... soms is dat ook zo, maar niet altijd. En om dat zeker te weten, zetten we die teller neer om te kijken hoe de situatie echt is en hoe ernstig het is. Ja. Dus we hebben twee slangen, een kastje, samen is dat de verkeersteller. Ja. En zo weten we het verkeer wat over de polderwegen rijdt. En meters weten. Juist.